DataSUR heeft de eerste datacenter van Suriname geopend. Het is een dochteronderneming van TeleSUR en brengt met de datacenter Suriname naar een hoger niveau voor wat betreft internet en ICT. DataSUR is een innovatief bedrijf dat zich richt op de innovatie en verbetering van ICT en internetdienstverlening. Het kantoor van DataSUR is gevestigd aan de Henk Aronstraat. De officiële opening van hun datacenter te Santa Boma heeft gisteren plaatsgevonden. DataSUR beschikt over een hooggekwalificeerd technisch team dat gespecialiseerd is in internet en ICT hoogwaardige oplossingen. Volgens Robert Han, directeur van DataSUR, is het een belangrijke dag omdat een moderne datacenter heel belangrijk is voor de ontwikkeling van het land. Han geeft verder aan dat het een belangrijk knooppunt is voor internet en ICT dienstverlening. Robert Han, directeur van DataSUR. Tot nu toe waren we afhankelijk van het buitenland om onze data op te slaan of natuurlijk zelf een server onder ons bureau of in onze serverroom op te slaan. Nu hebben wij een professioneel datacenter, een faciliteit, zodat u daar geen omkijken meer naar heeft. Dat gaat betekenen dat je data niet alleen betrouwbaar en veilig opgeslagen is, maar ook overal toegankelijk en sneller toegankelijk is. Wat uiteindelijk, en die discussie, of daar zullen we nog later over praten, uiteindelijk gaat het internet in Suriname ook sneller en goedkoper maken. Steven Chitro Taruno, waarnemend directeur van TeleSUR, zegt dat er nu professionele internet service provider diensten beschikbaar zijn voor de internetbedrijven in Suriname. Per vandaag is het leveren van internet en ICT diensten vanaf Surinaamse bodem mogelijk in lijn met de internationale kwaliteit, standaarden en tarieven. Het is niet meer nodig om in het buitenland te hosten. DataSUR zal ook de internationale markt kunnen bedienen. Aan de voorwaarden voor het verwerven van internationale klanten en diensten is met de komst van datacenter Santa Boma voldaan. TeleSUR staat achter deze ontwikkeling en beseft dat internet en ICT steeds belangrijker zullen worden in de Surinaamse samenleving. TeleSUR heeft deze stap genomen om met DataSUR de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen. Om zo het Surinaamse bedrijfsleven en gemeenschap in staat te stellen, nationaal, maar ook internationaal, op het internet een volwaardige rol te spelen. Dat was Steven Chitro Taruno, waarnemend directeur van TeleSUR. Hij sprak gisteren bij de officiële opening van de eerste multi-homed en multi-tenant datacenter van Suriname.